Ja, dames en heren, we zijn er weer. We hebben een paar confrontaties gehad. We hebben eerst die viezerik uit België gehad. Hij is helemaal uit België hierheen gereden, 3 uur lang. Hij ging push-ups doen, hij ging boksen. Hij was als een stad voor een kleine kind. Dan hebben we nog die andere vieze pedo-Piet gehad. Hij is gewoon Piet voor om aan kleine kinderen te zitten. Dan hebben we die andere Michel gehad uit Vlaardingen, die ook kinderen zit lastiggevallen. Hij gaat naar supermarkten toe, hij heeft dat verbod. We hebben hem aangesproken en verteld dat hij gewoon een viezerik is. Waarom? Als wij niet doen. Wie doet dan wel? Kan je mij dat vertellen? Daarna, wie hebben we nog meer gehad? We hebben nog een andere uit de Lommel gehad, uit België. En dat is Eddie, in zijn rolstoel. Hij zat bij een, hoe zeg je dat, sportcomplex, in zijn rolstoel. Hij ging zogenaamd wiskunde lesgeven aan kinderen. Ja? Hij gaat een zogenaamd lesgeven, maar ondertussen wil hij seks met hun in de wc. Dat zijn allemaal vieze dingen, mensen. We zijn nu in Hoofddorp. We gaan nu weer naar zo'n viezerik toe. Hij komt met een busje, met zo'n witte vieze camperbusje, ja, waar kinderen mee gelokt worden tegenwoordig. Hoor je overal in het nieuws. Hè? Daar bij een schoolplein een busje, daar een busje. Maar dit keer gaan wij naar het busje toe. We hebben het busje laten komen. Ja? En misschien is dit wel het busje die het nieuws was. We gaan deze man confronteren. Ja? We gaan kijken wat deze man te zeggen heeft. Ze hebben altijd wel smoesjes. Ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus. Nee, 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 nee. Jij bent toch hier nu? Daar gaat het om. We gaan deze man aanspreken. En je weet al hoe het gaat. Allemaal zijn ze zielig. Maar dat maakt niet uit. Gas erop. Tom. Je wordt gebeld. Je wordt gebeld. Door wie? Door dat meisje. Door een meisje. Weet je wie dat meisje is? Ja. Dat ben ik. Ja. Ja. En hoezo? Je hoeft niet meer ver te zoeken, Tom. Oh, en waarom heb je dat zo gedaan? Waar heb ik zo gedaan? Ja. Waarom kom jij met jouw vieze witte bus? Wil je... Nee, dit is geen vieze witte bus. Nee? Dat meisje... Ja, als ik daarom... Ik geloofde het al half. Ja. En... want ik heb ook Ja, als je... Ik weet niet, jullie de tekst en alles hebben gevolgd. Ja. Want ook over zij... Ja, op een gegeven moment, zoals ik haar zag op die foto, ja. Want ik had eerst helemaal niet in de gaten dat ze zo jong was. Ja. Maar ik zag het eigenlijk in de foto, maar ik had... Maar ik zag mensen, altijd zelfs smoes. Nee. Altijd zelfs smoes. Nee, want ik kan je laten zien. Ja. En daar heb ik ook haar toegestuurd, maar dat zijn jullie dan. Het overlijden van een neef van mij. Daar gaan we niet over. Maar ik ben heel sociaal iemand. Luister even goed naar mij, Tom. Ik heb mensen verloren, jonge mensen. Tom, goed luister naar mij. Jij wilt seks met een kind hebben voor geld. Nee. Ik heb gesprekken. Mensen, jullie gaan de gesprekken? Ja, nee. Zo, rustig praten tegen mij. Rustig praten tegen mij. Kalm, kalm. Nee, is goed. Kalm. Goed. Je spreekt met een 13-jarig meisje af. Kalm. Tom? Sorry, in de... Kalm. Gehoord? Ja, maar mag ik één... Kalm, nog een keer. Ja. Heb je me gehoord nog een keer? Oké. Ik heb op een gegeven moment opgezocht en er staat dat ze geboren is 2019. Dus dan zou ze 20 zijn. Tom, je komt hier voor een kind. Dat weet je donders goed. Dat is al zo vaak uitgelegd aan je. Het maakt uit of er 1992 staat. Je staat hier voor een kind. Je bent voor een kind gekomen. Ja. En net zei je tegen mij dat je voor een kennis kwam. Ja, weet je. Ja, en je wou me even foppen. Je wil me even foppen. Nee, is je niet gelukt, hè? Nee, ik wist helemaal niet dat jij er iets mee te maken had. Niemand weet er wat van. Nee, jij niet en die andere vieze Rick weet ook allemaal niet. Dat heb ik ook geschreven. En zij, ik heb, dat zeg ik heel eerlijk, ik heb nog met een meisje. Ja. Ja, maar als je die foto ziet. Ja. Dat is die, en ja, waarom ik ook dit heb, vond ik zo raar. Dat zij midden in de nacht. Ja. Op internet zat, heb ik haar ook gezegd. Weet je, jij bent nu voor haar hier om seks te hebben. Nee. Ik heb de gesprek, ik ga de gesprek ook bijhalen. Niet nee gaan roepen. Nee, dat mag je. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. Nee, dat mag je ook doen. Ja, ga ik ook doen. Nee, dat mag je ook doen. Ja, ga ik zeker doen. Nee, maar laat me even uitleggen. Ik ging, zij, want echt, ik heb wat ze zei, ook condooms, alles meenemen. Heeft ze dat gezegd? Heeft dat gezegd? Ja. Heeft dat gezegd? Dat heeft zij gezegd. Nou, moet je niet gaan liegen, hè, Tom? Nee, of ze zou ze zelf halen, of het... Heeft ze nooit gezegd, Tom? Dan vergis ik me met de andere meisje. Mag ik even in jouw telefoon kijken, wat je daar allemaal hebt? Mag ik even kijken? Met wie heb je allemaal gesprekken, Tom? Mag ik even kijken? Ja, dan mag je kijken. Ja, ga maar even terug. Hoop.
Ja. Hoop en die... Schaam je niet? Nou, dat... in zoverre niet. Nee, waarom niet? Mag je even met wie? Met hoeveel mensen praat je allemaal? Zo. Lalisa, Patricia, Marissa. Ga maar even terug. Nee, maar die doe ik allemaal weg. Ja, die allemaal wel. Nee, ja, ga maar verder. Ga maar verder. Waarom doe je dat wel? Ja, hoe oud zijn al die mensen met wie jij praat daar? Hoe oud zijn hun allemaal, Tom? Ze zijn allemaal ouderen. Mag ik je telefoon even in mijn hand hebben? Nee. Mag ik mijn telefoon even in mijn hand hebben? Ja, dat mag. Ja, geef maar even. Nee, maar allemaal ouderen. Ja, ik ga even kijken. Maar ze willen allemaal geld. Nee, jij wilt geld betalen, dat heb je zelf gezegd. Nee. Ja, wou je geld betalen? Ja, aan haar heb ik nog... Weet je waarom? Waarom? Nou ja, jij gelooft me. Je moet niet gaan jokken, Tom. Je moet niet gaan jokken, Tom. Jawel, ik zie allemaal gesprek hier. Ja, dat mag je. Ik zie allemaal gesprek hier. Je bent vies bezig, Ton. Helemaal niet. Jawel, ik zie, je valt hier allemaal mensen lastig, Ton. Ik heb zoveel gesprekken. Maar die vallen mij lastig. Je praat tegen allemaal vieze accounts. Mensen, kijk. Hij praat allemaal tegen vieze accounts, deze Ton. Ja, nee, maar die schrijven mee te gaan, of niet? Ja, kijk dan. Zo, hey Ton, je bent echt alsjeblieft, man. Gadverdamme. Nee. Je schaam je diep, Ton. Je moet je diep schamen. Nee, niet zeggen. Nee, waarom zeg je nee? Waarom zeg je nee de hele tijd? Ja, ben je hier voor een kind gekomen nu, ja of nee? Ik ben voor haar gekomen. Hoe oud is ze? Ja, ze zijn nou 13. Nou maar, dan? Hoe oud is ze dan? Want... Als iemand zegt 13, waarom nog ja maar? Ja. Je moet niet omheen lullen. Nee. Niet nee. Als iemand zegt 13. Heb je ook gelezen wat ik geschreven heb? Heb ik gelezen, Er zoveel jonge mensen zelfmoord plegen. Ja. En ja? Dat was dan een neef van mij. Drie weken geleden. Hè? Ja, maar waarom ben jij nu hier? Om haar zei ik was bang als ik niet zou komen. Ja? Dat zij iets zou gaan doen. Wat zou ze doen dan? Ja, dat weet je niet. Wat ik zeg. Slapgouwe hoer van je Tom. Ja, nou ja, jij gelooft. Slapgouwe hoer van je Tom. Dus als jij niet komt, gaat zij haar zelf wat aandoen. Zou kunnen. Dat zou kunnen, mensen. Je hoort. Dus als Tom vandaag niet kwam met zijn vieze ideeën en hij wou seks met haar in het busje en seks nog bij het hotel waar we staan, zou zij misschien zelfmoord plegen, denk je? Wat zou ze doen? Nee, achter elkaar, maar zoals ze zei. Ja. Keek op de foto. Ja, een beetje treurig. Zoals ze praat. Ik vond het ook heel raar, dat heb ik ook gezegd in het begin. Okay. Ik heb gezegd, want dan kan ik terughalen, denk ik nog. Oké, we gaan even... Nee, maar heel even verder terug. Regel 1 weet hij nog steeds niet, hè? Wat is regel 1? Nee. Wanneer ik praat, moet je stil zijn. Laat even deze mensen langs. Ja. Ik wil je nog wat vragen. Ik wil je nog even iets vragen, Tom. Even vragen. Je hebt bij een kindercrash gewerkt. Ja. Welke kindercrash? In Wiegen. Wiegen? Ja, heb ik ook gestuurd. Hè. Dat was de eerste stap. Hoeveel kindercrash heb je gewerkt? Die is heel groot. Die hebben er in Wiegen al 20 en dan in Ravenstein. Hebben daar allemaal gewerkt? Ja. Als tuinman, hè. Als tuinman. Hoe oud waren die kinderen? Die waren, ja, en dat was ook na schoolse opvang. Schoolse opvang, dat is totdat ze van de lagere school afgaan. Heb je gevoelens voor kinderen? Nee. Ja, ik hou van kinderen. Hou je van kinderen? Op een goede manier. Oké. Okay. Ja, ik had ze zelf heel graag gewild. Heb je zelf kinderen? Heb je geen kinderen? Nee, want mijn vrouw, dat mag je rustig weten, of mijn ex-vrouw, die had haar moeder, die had de deshormoon. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Nee, dat ken ik niet, nee. Ja, die moeder heeft dat gebruikt om zwanger te raken. Ja. Maar die kinderen, die zijn... Heel veel onvruchtbaar, zelfs de mannen, maar haar broer die had dus wel een kind. Maar wij hadden heel graag kinderen gehad. Wij hebben 3 miskramen gehad en toen zijn we gestopt. Is goed, maar wou je vandaag afspreken met een kind? Ik heb ook geschreven, het was nou weer op televisie, trouwens nou weer... Ton, je gaat er steeds omheen. Nee. Hij staat hier voor een kind, hij komt met miskraam, hij komt van alles. Hij heeft zelf bij een kindercrash gewerkt, jarenlang. En alsnog spreek je vannacht met een kind af. Hoe oud ben jij? Ik, mag je rustig weten, ik ben al 65. Ja, maar je wilt afspreken met iemand van 13? Het kan gewoon? Maar niet voor seks. Niet voor seks, mensen. Hey, niet voor seks. Nee. Hij spreekt af met een 13-jarig, maar seks? Ho. Maar ik had zo meteen de tekst erbij. Want hij zei, als jij seks wilt, dan wil ik dat ook. Heb ik gelogen nu? Nee, volgens mij heb ik niet gelogen. Nee, de screen zegt wat anders. Heb je niet gezegd? Nee. Je wilt betalen voor seks, je wilt uit eten met het kind, je wilt met hem naar de kroeg. Ja, dat is wel weer zo. Nee, dat heb ik gezegd. 13 jaar.
Wat deed je toen je 13 was? Wat deed jij? Mensen, ik wil jullie waarschuwen voor zulke mensen. Let op jullie kinderen, als ze op social media zetten. Check elke keer jullie telefoon. Zulke viesdrukken zitten op die social media. Zulke viesdrukken. Ja? Dat mag je. Dat mag we gaan even, laten, maar even naar de bus kijken. Wat heb je in je bus? Dat mag je kijken. Ja. Het is een camper. Daar wou je die 13-jarig meenemen, toch? Ja, ga maar even openmaken, die camper. Ja, doe maar. Ik vraag me af of ik dit wel allemaal verplicht ben. Want je bent niet verplicht? Ja, maar zijn jullie van de politie? Nee, ik ben niet van de, je bent niet verplicht. Nee, want jullie zeiden dan stillen. Ja. Ik dacht dat jullie van de politie waren en daarom ben ik toen ook gestopt. Oh, lijkt op een politieagent dan? Nee. Nou dan? Nee, maar je hebt undercover die op internet. Nou hebben ze natuurlijk ook weer een of andere bende opgerold in Engeland. Ik ben undercover, ik jaag op viesdruk met een show. Daar ben ik undercover van. Met je witte busje. Hey mensen, met zijn witte busje. En dan gaat hij de hele dag eromheen praten. Hè? De hele dag eromheen praten. Je bent een oude, je bent een viespeuk. Je mag mijn kenteken. Ik heb jouw kenteken niet nodig. Waar kom je vandaan, Tom? Ja, uit Brabant. Uit Brabant komt Tom vandaan. Nou, we hebben het. Tom uit Brabant. Gezicht even, hè? Onherkenbaar. Mijn tijd. Witte busje. Als een mannetje met een witte busje tegen je komt praten in Brabant, dan kan het Tom zijn. Waarom? Hij wil met een 13-jarige afspreken. Maar ho maar hoor. Geen seks, hè? Geen seks. Is goed. Ik wens jou een fijne avond. Ik hoop dat je dit niet meer doet. Je hoeft niet eromheen te praten met je nee. Het is ja. Want je staat vandaag hier. Ja, en waarom? Waarom? Omdat er... Ja? Ga je weer eromheen praten? Nee, waarom? Ja? Nee, ja? Ik zal het witprintje laten zien van die jongen van 19 jaar. Hè, van ik hoef niks te zien. Tom, ik wens je een fijne avond. Maar dat is wel de waarheid. Ik hoef dat niet te weten. Nee, maar weet je wat jij bent? Een viesbeuk. Dat ben je. En ik wil je niet meer zien. Ik wil dat je gewoon normaal gaat doen. Ja, dat ben je. Een viesbeuk. Is je niet gelukt, hè, vandaag een minderjarig meenemen om seks te hebben? Helaas, hè? Ik wou helemaal geen seks. Nee? Nee. Jij hoeft helemaal niks met een 13-jarige. Geen seks en niet af te spreken. Ja? Als voortaan een 13-jarige tegen jou zegt, kom afspreken, zeg je nee, je bent te jong. Dat heb ik al gedaan. Nee, heb je niet gedaan. Anders sta ik hier niet. Ja, sorry. Anders sta ik hier niet, Tom. Nee, maar ik had het kunnen weten en ik heb er Tom, ook steeds getoond. Tom, ophouden, je oude hoert eroverheen. Je bent te vies het. Wegwezen nu. Je kunt de teksten toch lezen, Tom, dat ik ook geschreven heb. Tom, jij schrijft naar heel veel kinderen. Nee, helemaal niet. Ja, eentje. Moet ik het erbij halen? Ja, eentje uit België. Ja, hoe oud was die? Die was... die was 16. En die... Jongens, ik ben er klaar mee. Ik heb helemaal geen zin meer in hem. Nee, mijn energie is klaar. Meer, heb je ook geen zin in mij? Eerlijk zijn. Heb je nog zin in mij? Nou, eerlijk zijn. Heb je nog zin in mij of niet? Ik wil eerlijk uitleggen en eerlijk met jullie praten. Jij ouwe hoert eromheen. Dat is het. Jawel. Jongens, oppas voor zulke vieze rikken, ja? Let op jullie kinderen. Er zijn zulke mensen die altijd eroverheen praten. Nee. Het is alleen maar ja. Waarom het is ja? Hij staat toch hier met mij nu hier? Ja. Hij staat toch met mij hier toch nu? Er is niks aan gelogen. De chat zegt het allemaal zelf. Hij staat met mij hier. Hij zegt wel nee. Maar het is ja. Snap je? Ja, het is goed hier. Ja, sorry. Sorry voor? Ja. Beetje excuses maar af. Sorry voor wat? Ja, voor alles. Voor wat? Ja, zeg maar. Ja, voor ik ben er eigenlijk ingetrapt. Oh, je bent er ingetrapt? Ja. Sorry voor wat? Kan je dat mij eens vertellen? Ja, sorry voor de overlast. En dat jullie nou geloven dat ik een pedofiel ben. Nou, ja, absoluut niet. Want dat heb ik ook geschreven. Die moeten ze aan de penis ophangen. Ja. Ja. Ik heb alle gesprekken, ik ga deze mensen eerst alle gesprekken laten zien van jou. Ik ga ze allemaal laten zien van jou. En dan ga ik deze confrontatie laten zien aan hen. En dan gaan we kijken wie er aan het jokken is. Ja, dat mag. Ja? Nee, want dat vind ik helemaal... Ga maar aan jouw gedrag werken. Ga maar aan 18 plus zitten, ja? Ga maar aan je gedrag werken. Van mij kom je mee op televisie, want dan kom ik binnenkort ook. Oké, wat voor televisie doe je dan? Ja, dat zijn problemen, maar ik weet zeker... Dat ik binnenkort op televisie kom en bijna in alle praatprogramma's. Oké, is goed. Over dit. Ja? En over hoe dat jeugd, ja, dat de hele wereld... Ga maar over mij schrijven dit programma. Nee. Moet je over mij gaan praten? Nee. Daar kan nog heel veel mensen wat van opsteken, van personen als mij. Ja, nee. Wist je dat? Oh, en vind je het niet goed dat ik hier ben? Ik denk ook heel veel van mij. Ja? Ja.
Want daardoor gaat de hele wereld naar de kloten. Door mensen zoals jou? Nee, door de kloten geld. Door jou? Ja. Door jou gaat de wereld naar de kloten. Nee, echt niet. Even kijken wat hij in zijn busje heeft hoor. Ja, even gewoon... kijken, mag ik even kijken? Ja, gewoon. Nee. Ah, je hebt hem nog een bedje meegenomen. Ja, wat dacht Wat ga je daarmee doen? Kijk, hij heeft een bedje mensen. Dacht, ja, hij heeft een bedje meegenomen, wat ga je daarmee doen? Heb ik ook geschreven. Ja. Als je naar huis wil, breng ik je naar huis. Ja. Ik verplicht je tot niks. Mag ik achterin kijken wat je daar hebt? Die bed? Mag ik die bed zien? Gewoon wat er in de camper zit. Waar mocht zij zitten dan? Hier kun je ook zitten, daar. Ja. Wat ging je met haar doen als ze was ingestapt? Ik vraag je gewoon. Weet je wat het is, mensen? Kijk, het is hem niet gelukt. Hij heeft vandaag geen seks kunnen krijgen met een kind. Ophouden jij. Als ik praat, hou je gewoon je smoel dicht, ja? Hou gewoon je wafel dicht. Heb je me gehoord? Kan je zo kijken, ja? Wanneer ik praat, regel 1. Heb je me gehoord? Oude viespeuk. Ja, het is goed met jou, hè? Het is goed met jou. Hé, succes terug met rijden, hè? Oude pikkenpapet. Ja. Kom. Hij moet boos worden. Hè? Maar daar heb ik dus gekeken wie allemaal op haar reageren. Ja, jij. Ja. Kijk, hij gaat nu andere mensen erbij betrekken die helemaal niks mee te maken hebben. Hij komt met zoveel verhalen, met overlijden van die, dat, zo. Maar het gaat erom, hij is hier toch. Er is niks aan gelogen, hij is hier toch. Wat moet ik nog meer tegen jullie vertellen? Mensen, we gaan door. Het is een viespeuk. Hij is boos, jongen. Hij is boos.